Goeiedag beste kijker, welkom bij onze Klaagmuur TV-studio in Kortrijk. Vandaag over het onderwerp AVAS. Wat is AVAS? AVAS werd opgericht begin 2007 als dochter van de VS-organisatie Respublica en MoveOn. De drijvende krachten van AVAS, veel draait hierbij rond Rikin Patel, bedrijfsleider van AVAS, hebben verbindingen met de Rockefeller en Bill Gates Foundation. Ook met andere internationaal agerende politieke organisaties, zoals de International Crisis Group, met Al Gore en Joska Fischer in de Commissie van Advies, en Volker Ruge als externe raadgever. Allemaal niet bepaald vrienden van de wereldvrede. Wat wil AVAS? Mensen willen goed doen en daarom biedt men hen deze mogelijkheid zonder in het vaarwater van de overheden te komen. Dat is het zakenidee. Je komt echter vaak niet te weten wat het resultaat is geworden, maar je hebt misschien je geweten ontlast en je adres gegeven. Wat verkrijgt AVAS daardoor? Er zijn ongeveer 14 miljoen gegevens van zogezegde leden. Ontvangsten komen van giften en sponsors. Zelfs door het creëren van paniek, zoals onlangs. AVAS zou in gevaar zijn, een hackercampagne zou proberen het platform te vernietigen. Er zouden miljoenen giften van leden en hun vrienden nodig zijn om dit te verhinderen. En het wonder gebeurde. Binnen een dag was de aanval afgeweerd. Geen woord echter daarover op de homepage, nog over de giften. En de ene campagne volgde weer op de andere. Hoe maakt AVAS reclame? Met thema's die de mensheid wereldwijd treffen, steeds kort voor een catastrofe. Jouw muisklik en die van jouw vrienden verhinderen dit. Wie niet klikt, is schuldig aan genitale verminkingen bij meisjes, steniging van vrouwen, verkrachting, oorlogen, uitroeiing van dolfijnen en bijen, armoede en de vernietiging van onze planeet. Maar hoe moeten we de wereld veranderen wanneer we onszelf niet veranderen en leren de verantwoording voor haar over te nemen en ons daarvoor aaneensluiten? Was deze informatie nuttig voor jou? Geef dan de link van Klaagmuur TV door aan bekenden en vrienden.